En dan maakte ik zo'n beetje weet je, van die hamburgers of worstenbroodjes voor mensen die langskwamen. Dat is altijd heel gezellig. En glaasjes en een beetje kleppen. En dan werd het toch wel heel laat. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Ik ben Kees Hulst. En ik speel niet vanavond, maar ik heb gisteren hier gespeeld in de Leidse Schouwburg. Ik ben dus toneelspeler en u kunt mij kennen van Nickelodeon. Dat is een jeugdprogramma van, voor kindertjes. En anders van Minoes of van Lepel. Of van Dagjuf tot Morgen, of van Rundfunk, ook heel populair. Of van, wat doe ik nog meer? Nou, zoiets. Hendrik Groen natuurlijk. Ja, ik sta hier voor die eeuwig groene naaldboom. Dat had u natuurlijk al lang begrepen. Het verschil tussen op televisie spelen of op theater, in het theater spelen, is dat je op de tv eigenlijk maar zoveel ruimte hebt. En dan nog is die heel dun, dus dat doe je niet zoveel. Nee hoor, flauw. In het theater heb je natuurlijk een live contact met een publiek en dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Een theatergebeurtenis is eenmalig. Iedereen ziet een andere voorstelling, zo moet ik het zeggen. En op televisie is het allemaal opgenomen en is daarin gemonteerd. En heb je eigenlijk niet de verantwoordelijkheid meer over het eindproduct. En dat heb je wel in het theater. En daarom gaat mijn voorkeur eigenlijk uit naar theater. Ja. Ja, dat is helemaal niet zo erg, want ik hou helemaal niet zo van oliebollen en ik hou ook van appelflap, vind ik ook niet zo geweldig. Champagne vind ik eigenlijk altijd wel, wel te doen. Sommige merken wat minder, maar Bubbles heeft altijd iets feestelijks en daar ben ik wel voor in. Dus dat dilemma is aan mij niet zo besteed. Op oudejaarsavond hoop ik meestal om 8:45 in bed te liggen. Tot nu 11:45, 11:45, dan gaat de champagne dus open. Dan maakte ik meestal vroeger ook wel een barbecue buiten. Als het droog was of het regende, kon het ook, dat kon ook wel gebeuren. En dan maakte ik zo'n beetje weet je, van die hamburgers of worstenbroodjes voor mensen die langskwamen. Dat is altijd heel gezellig. En glaasjes en een beetje kleppen. En dan werd het toch wel heel laat ook. Maar dat kon. Nee, dat kon Bruin wel trekken, want ik had tenminste goed geslapen tussen 9:00 en 12:00. Zo. En dan nu de envelop. Wat zou daarin zitten? Vandaag is het dus de 23e, zeg maar. Dat is dus deze, niet maar deze. En eens kijken wat deze voor ons in petto heeft. En de winnaar is, oh nee, het is niet de winnaar, het gaat om dit. Een oud en nieuw pakket met vuurwerk en al. Nou, hoe kunt u die winnen? U kunt hem eigenlijk niet winnen, maar wel de persoon die u tagt. Tag de persoon die volgens u het beste oliebollen kan bakken. En die wordt dan misschien wel de winnaar van dit prachtige oud en nieuw pakket. Veel succes en fijne kerstdagen. Tot ziens in het theater.